Deventer Ziekenhuis, een opleidingsziekenhuis met 11 operatiekamers, wordt hard gewerkt aan het verhogen van de patiëntveiligheid en het verbeteren van de efficiëntie. Een arts bepaalt op de polykliniek dat een patiënt geopereerd moet worden en hij voert de operatie in het systeem. Er wordt dan automatisch een operatiekamer ingepland en tegelijkertijd worden alle benodigde middelen voor de operatie gereserveerd. Zodra de patiënt in het ziekenhuis aankomt, krijgt hij een polsbandje met een unieke identificatiecode. Omdat de barcode op dat polsbandje bij elke verplaatsing wordt gescand, is de patiënt overal in het ziekenhuis te volgen. Is hij nog op de afdeling, in de operatiekamer of in de uitslaapkamer? Wanneer de patiënt op de operatiekamer komt, wordt hij ook gescand en is de operatiekamer tijdelijk van hem. Dit is meteen ook de check of het om de juiste patiënt in de juiste OK gaat. De OK-medewerkers, de anesthetica, instrumenten en implantaten zijn nu allemaal aan deze patiënt gekoppeld. De anesthesist scant zijn eigen pasje en de anesthetica alvorens het toe te dienen. Deze gegevens komen in het dossier en zo is altijd terug te vinden wie welke medicatie heeft toegediend. Wanneer een product tijdens een operatie wordt gebruikt, dan wordt dit geregistreerd en automatisch bijbesteld. Zo is ook altijd de voorraad optimaal. Bij het inplannen van de operatie worden automatisch de sets met chirurgische instrumenten besteld. Voor aanvang van de operatie scannen OK-medewerkers de sets. Zij weten dan welke sets aanwezig zijn en eventueel welke ontbreken. Zo grijpt de chirurg niet mis tijdens de operatie. Bij het inplannen van de operatie wordt ook automatisch bloed besteld. Zo is altijd het juiste bloedtype in de juiste hoeveelheid op de OK aanwezig. Ook dit wordt gescand en gecontroleerd. Voor implantaten geldt hetzelfde. Deze worden eerst gescand en pas daarna ingebracht in de patiënt. Voor recalls is het scannen van producten een enorme vooruitgang. In het verleden moest het personeel alle papieren dossiers doorzoeken. Dit kostte veel tijd en is foutgevoelig. Nu kunnen met één druk op de knop implantaten op serienummer teruggevonden worden in elektronische dossiers. Als bekend is wie welk product heeft gekregen, kan men proactief maatregelen nemen en patiënten goed informeren. Er zijn verschillende barcodes in de omloop en niet alle producten hebben een barcode. Dit vertraagt en bemoeilijkt het scanproces. Een uniforme barcode op alle producten zal het scanproces optimaliseren. Door patiënten, medewerkers en producten te identificeren en deze gegevens te verwerken in een elektronisch dossier, streeft het Deventer Ziekenhuis naar een hoge mate van patiëntveiligheid en werkt tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk.